Hey, mijn naam is Geel Schuurman. Ik sta hier namens Downtown.nl en ik heb hier even erbij gepakt de Burton Bottom Feeder. Een nieuw board. Wat zij doen met Family Tree is luisteren naar waar vraag naar is en dat maken ze, produceren ze, proberen ze. Dit is een van die nieuwe boards van ze. Er is een beetje een hype gaande. Mensen willen heel graag kleine en brede boards hebben. Voornamelijk voor in de poeder, ook op piste, maar voornamelijk de poeder zorgt dit gewoon voor een ontzettend lekker surfy gevoel. Zoals Burton hier zelf zegt, Carver Happy Surfer Types Called for Shorter Feather Boards. Nou, dit is hun antwoord daarop, de Bottom Feeder. Hij heeft een flat naar rocker shape. Zorgt er eigenlijk voor dat hij mega veel float krijgt. Samen met dat het board wat breder is. Maakt dat hij altijd op top van de sneeuw zit. En dat hij super lekker surfy aanvoelt. Natuurlijk heeft hij tapered. Hij is directional. En hij heeft 20 mm taper erin zitten. Zorgt ervoor dat hij gewoon ontzettend lekker rijdt. Dan, er zit Tri-X fiberglass in. Zorgt ervoor dat hij net even wat meer dat pop krijgt. Net even wat meer die respons die jij wil van zo'n board. Zorgt ervoor dat hij gewoon lekker direct wordt eigenlijk. Dan natuurlijk heeft hij een sintered base. En wat ze eigenlijk altijd doen bij de Family Tree lijnen is, het is een recycled sintered WFO base. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen dat het nog steeds die snelle sterke base is die je verwacht van een sintered. Maar hij is gerecycled. Dus je bent de wereld nog aan het redden ook. Nou, dat is best fijn, denk ik zo. Extra's. Infinite Ride van Burton. Als je het nog niet kent, het is eigenlijk. Het wil eigenlijk zeggen dat het board vanaf begin tot eind altijd hetzelfde aan gaat voelen. Het board is ingebroken op het moment dat jij hem koopt. En hij zal dus hetzelfde blijven voelen eigenlijk totdat dat ding niet meer kan. Wat je vaak krijgt met andere boards is dat hij ten eerste ingebroken moet worden. Zorgt ervoor dat hij in het begin heel anders voelt dan na één week. En als hij echt oud wordt, dan heb ik het over 10 jaar zeg maar, dan gaat hij helemaal heel erg anders voelen. Dan is alle pop eruit, snap eruit. Infinite Ride zorgt ervoor dat dat niet zo is. De Bottom Feeder van Burton, super vet nieuw ding. Kleiner, dikker, surfier en more awesome eigenlijk. Check hem in de winkel of kijk even op downtown.nl.